Gonneke van Hoesen-Korndorfer woont in de Leeuwarden-Transvaalbuurt. Ze is oprichter en voorzitter van de stichting Bomenridders Leeuwarden. De stichting zet zich in voor de bomen in Leeuwarden en volgt kritisch het beleid van de gemeente. Als het nodig is, maakt de stichting bezwaar tegen een kapvergunning. Hey Pieter, je spreekt met Gonneke. Hi. Hi. Hey, ik heb hier een paar mensen en die vertellen mij dat in de Prinsentuin bij de vijver, die boom, volgens mij is dat een grote treurwilg als ik het goed heb. Ja. Dat die totaal kaal geslagen is, dat alleen de stam er nog staat. Volgens mij is daar inderdaad in gezaagd, maar dat is bij heel veel treurwilgen gedaan. Met name de bomen die tijdens de storm heel veel schade hebben opgelopen. Ja, maar waarom zo rigoureus dan? Want als alleen de stam er staat, heeft hij wel heel weinig kans van overleven. Het was me wel opgevallen dat overal in de stad de takken er afgezaagd zijn. Dat er nog maar een paar stompjes aan de stam zitten. Ja, klopt. Een bomenridder, dat is iemand die probeert onnodige kap te voorkomen in de gemeente. En daar bedoel je natuurlijk mee dat de bomen heel stadsbepalend voor Leeuwarden zijn. En dat jullie proberen om echt die oude bomen te behouden voor Leeuwarden. Ja, sowieso. De oudste bomen staan op een speciale lijst. Monumentaal en waardevolle bomen. Die krijgen dus in principe bescherming. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Als mensen echt een monumentale boom uit hun tuin weg willen hebben, dan kunnen ze nog wel een kapvergunning krijgen, maar dat kost dan veel meer geld. En er moet ook herplant gedaan worden. Als ze niet kunnen herplanten, kost het nog meer geld. Maar het gaat ons om alle bomen, hoor. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om de oude. En is het ook zo dat de gemeente jullie bij hun plannen betrekt om onnodige kap te voorkomen? In die zin dat we van tevoren vaak wel uitgenodigd worden als er een project op stapel staat waarbij bomen moeten sneuvelen. Dan worden we uitgenodigd om te bespreken wat het plan is met de bomen en hoe goed ze wel niet gaan herplanten. Want als ze ons uitnodigen, hebben ze daar natuurlijk echt wel over nagedacht. Ze gaan niet zeggen van, joh, we gaan alles kappen en jammer dan. Dan is er echt wel over nagedacht. En dat is ook een beetje onze functie, de boel een beetje scherp houden daar. En met name de afdeling grijs, die dus zorgt voor de aanleg van wegen, kabels en dat soort spullen. Om die bij de les te houden. Want die denken gewoon van, nou ja, zet je gewoon nieuwe boom neer, over 10 jaar staat er weer een. Dan denk ik, ja, hallo. Wel even opletten bij de biologieles, want dat duurt veel langer dan 10 jaar. Een beetje mooie forse boom, dat is, daar heb je zomaar 30 jaar voor nodig. Jullie zijn momenteel bezig met een project van het stadskantoor waar ze een heleboel bomen willen slopen. Hoe verloopt dat op dit moment? Nou, beroerd kan ik wel stellen. Het is namelijk zo dat mensen die bezig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen, dat de bomen daar weg zouden moeten, de kapvergunning hebben aangevraagd. Die zijn in het gelijk gesteld na de hoorzitting. We hebben bezwaar ingediend en wel hierom. Het plan was om op de binnenplaats van het stadskantoor kantoorunits te plaatsen, tijdelijk voor 30 personen die daar aan het werk moesten, voor 3 jaar. Toen ben ik eens wat rondgevraagd, we kregen cijfers over wat dat dan zou moeten kosten. Ben ik eens rond gaan vragen en dan blijkt dus dat je plenty kantoorruimte kunt huren voor hetzelfde geld. En dan steek je de stekker in het stopcontact en je kan aan het werk. Glasvezel, alarm, verlichting, vloerbedekking, alles zit erin. Je hoeft alleen maar je bureau neer te zetten, klaar is Kees. Dus het kan heel erg snel, het staat gewoon nu leeg. Daar is totaal niet naar geluisterd. Sterker nog, de cijfers die ze eerst ons toespeelden zijn nu opeens geheim. Bovendien is het personeel wat werkt in het stadskantoor, die is eigenlijk is iedereen erop tegen dat die bomen daar weg moeten en dat daar kantoorunits voor in de plaats komen. En er zijn dus binnen de kortste keren 250 handtekeningen verzameld. Dat is heel bijzonder. Ik heb nog nooit ervan gehoord dat de ambtenaren handtekeningen gaan zetten tegen een beslissing van hun werkgever. Dat is heel bijzonder. Nou, hebben ze gewoon over hun schouder gegooid, wordt helemaal niks mee gedaan. Dus weer de vraag van,
Heb je het idee dat de gemeente jullie serieus neemt? Nou, we gaan nu in beroep, dus ik hoop dat ze daar dan in ieder geval wat beter over na gaan denken. Want er is gewoon niet goed naar de alternatieven gekeken en dat kunnen we aantonen. Het is natuurlijk ook heel schrikbarend wat er gebeurd is met de Valeriestraat hier in Leeuwarden. Want echt kaal, alle bomen zijn weg. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Oh, nou, ik kijk liever niet. We hebben een hele reeks gesprekken gehad met de mensen die op dit project zaten. Het begint erbij dat voor de hele rondweg van Leeuwarden een nieuw profiel is bedacht. En dat betekent dat in plaats van dat de auto's nu aan de stoeprand geparkeerd staan, dat ze aan de straatkant geparkeerd staan. Daartussenin worden dan nieuwe boompjes geplant. En ik geloof nog iets van een klein struikje. Dat willen ze dus overal gelijk hebben, zodat iedereen snapt als je over de rondweg rijdt, dit is de rondweg, want de auto's staan links en er staan boompjes tussen. Nou ja, daar heeft de gemeenteraad voor gekozen en daar is geld voor vrijgemaakt. En dan wordt dat gewoon doorgezet. Nou, we hebben natuurlijk meteen aangegeven dat we het helemaal waardeloos vonden. Namelijk, dat is de enige plek aan de rondweg waar nog grote bomen stonden. Want eigenlijk staan nou vrijwel door heel Leeuwarden kleine boompjes overal in de straten. Toen zijn we met een aantal mensen wezen kijken. De straat is opengehaald. Je had daar van die steentjes liggen. Daar willen ze nu asfalt van maken. En dat blijkt dus dat de wortels, die zitten allemaal niet onder de straat, maar die gaan naar de stoepkant. En juist door die stoep moeten allemaal nieuwe kabels en leidingen. Nou, daar hebben ze geen geld voor om dan fatsoenlijke buizen neer te leggen en daar de kabels doorheen te laten lopen. Dus die wortels die gaan er straks allemaal aan. En dan zeggen ze, ja, dan kunnen we beter dat nu omhalen. Heb je bijvoorbeeld nog een heel goed advies voor de gemeente? Vooral voor de gemeenteraad in dit geval. Denk voordat je een project ingaat en goed gaat keuren, even heel goed na van wat er met het groen gaat gebeuren. Om een voorbeeld te geven, de kenniscampus is voorgeschetst als een groene kenniscampus. Ik zie nog de plaatjes op de website met nota bene boslanen. Zo groen zou het worden. Nou, heb jij daar een fatsoenlijke boom zien staan? Alles wat er stond is weggehaald. En in plaats van alles kappen en opnieuw beginnen, is het dus de kunst om groen te integreren, bestaand groen te integreren in het plan. En dat begint op de tekentafel. En de raad besluit hierover. Dus de raad heeft de verantwoordelijkheid, denk ik, om verder te kijken dan de tekening waarop het eindbeeld van een boom staat. He, goed beseffen dat dat eindbeeld pas over 30, 40 jaar bestaat, als het mee zit. Dat is een hele belangrijke tip voor de gemeenteraad. Dus in. En wat zou je de kijkers willen adviseren? Bijvoorbeeld als ze doorhebben dat er toch bepaalde bomen weggehaald worden die heel gezichtsbepalend zijn. Nou, als je doorhebt dat een boom weggehaald wordt, dan ben je er eigenlijk al te laat mee. Het is wel heel verstandig om in de huis aan huis de aanvragen te bekijken. Daar kun je nog niet op reageren in de huidige wetgeving. Je kunt wel reageren op een kapvergunning. En dan kun je ook alleen bezwaar maken als je belanghebbend bent. Dus als je zelf uitzicht hebt op de boom. Als je dan heel erg in de problemen zit, je wil daar echt iets aan doen, dan kun je altijd ons nog even vragen. Wij zijn belanghebbend, want wij hebben een stichting om bomen te behouden. Dus dan kun je contact met ons opnemen.